Medewerkers van het ministerie van Defensie hebben getoond dat zij fit, fysiek sterk en paraat zijn, zei minister Krishna Kumari Mathura zaterdag tijdens een krachtmetingsevenement in de Memerebuku-kazerne. Het defensieapparaat moet wel beter trainen, volgens de bewindsvrouw, die zelf ook heeft deelgenomen aan de activiteit. De burgers bleken sterker dan het militair personeel, want de 29-jarige Dion Ford en de 25-jarige Suhasini Ramlakhan werden uitgeroepen tot de sterkste man en vrouw. Mathura zegt dat het leger hierdoor vooral geïnspireerd is om harder te werken aan hun talenten. Vooral vrouwen hebben volgens Mathura bij het evenement gezien dat zij niet minder in staat moeten zijn door moederschap of een baan.